Daar kan geen mens toe. Maar de winkel is nog niet eens open, meneer. Ja, nu wel. Wilt u weggaan? Zeg, de stoep is van iedereen, hoor. Mijn winkel uit of ik bel de politie. Ja, dat moet u doen, ja. Dat moet u doen. Die zien u aankomen 's morgens om 9 uur. Mijn klanten moeten hier door kunnen. U ruïneert mijn zaak. Ah, laat me niet lachen. Waar zijn die klanten dan? Waar zijn... Je stinkt, fietsbeuk. Hé, zeg. Stop. Hé, zeg. Hé. Hé. Koffie. Goedemorgen, mevrouw. Oh, goedemorgen. Gaat uw gang. Heb ik niet vreselijk koud gehad vannacht? Mevrouw, ik ben het gewend. Ja, goed, het zal wel. Nou ja, ik vond het te behoorlijk frisjes. Goedemorgen. Ook goedemorgen. Wat stond je daar nou te praten met die viezerik? Hé, toen Michiel, die man die ligt er echt niet voor zijn lol. Ja, voor mijn lol. Nou goed. Oh, zeg, zou jij het leuk vinden om iedere nacht buiten te moeten slapen met die kou? Hier, koffie. Dankjewel. Ik ga de politie bellen. Dat doe jij niet. Die man die gaat heus wel weg. Meneer, kijk eens. Beetje warme koffie, dat zal er alleen gaan. Dank u wel, mevrouw. Ja, hoor, ik ben lekker op, zo. Oh, ben jij nou helemaal gek geworden, hè? Dat was mijn koffie. Hé, wat gek. Ik dacht toch dat dat mijn koffie was. Ik bedoel, ik betaal die koffie. Oh, nou, ja? Dan hou je het toch in op mijn salaris. Niet dat daar zoveel op in te halen valt. Jet, dit is echt te gek. Straks ga je hem nog voeren. Wat een goed idee. Meneer, wilt u misschien een lekker boterhammetje? Kijk eens. Ham of kaas? Kaas, ik ben vegetariër. Nog praatjes op. Alsjeblieft, mevrouw. Kosten. 2 gulden. Dank u wel, hoor. Dag, mevrouw. Ja, hoor. Dag. Wat is dat? De dakloze krant. Hier. 2 gulden. Lees. Misschien dat je dan wat minder snel oordeelt. Ik denk aan mijn zaak, Jet. Zo'n vies peuk houdt alleen de klanten maar weg. Michiel, hou nou toch op. We hebben toch nooit klanten zo vroeg in de ochtend. Trouwens, laat in de ochtend ook niet. Komt allemaal door die stinkert. Lekker. Hè, wat lekker, dan zeg ik het zelf. Lekker. Of het lekker was, moeder. Jawel. Maar, zo saai. Nou, ja. Nou, Klaartje kan toch wel met ons mee eten, al woont ze in het tuinhuis. Klaartje mag altijd mee eten, moeder. Maar ze verwacht een telefoontje van Olaf. En ze wil nog doorwerken aan de column. Nou, ze kan toch wel een beetje tijd maken om gezellig met mij, met ons te eten. Hé, moeder, hou nou op met simpen. Dat kind dat is volwassen, die leidt haar eigen leven. Ah. Hebben jullie al koffie? Ja, net gezet. Wil jij ook? Graag. Ik vroeg het aan Klaartje. Lekker, mam. Liefje, heb jij al gegeten? Nou, oh, een paar boterhammen. Nou, maar je moet aan je gezondheid denken. Oh, mee. Zeg, over boterhammen gesproken. Dat lag vanmorgen in een zwerver voor de winkel bij Michiel. Ja, ik heb hem koffie gebracht en mijn boterhammen gegeven. Nou, had je Michiel moeten horen. Wat zielig. Michiel? Had hij de hele nacht buiten gelegen? Ja, ja, in zo'n vieze oude slaapzak. En die geef jij koffie? Ja. Nou, in zo'n plastic wegwerpbeker mag ik toch hopen. Nee, gewoon in mijn eigen beker. Jet, straks heb je overal uitslag. Ach, dat doet toch niet zo raar? Dat is een goed idee voor mijn column over arm en rijk. Dan ga ik zo'n zwerver interviewen en vanavond kijk ik naar die loterijshow. En als je dan met die zwerver hebt gepraat, dan zet je boven het verhaal... Geld stinkt niet, maar een zwerver wel. Ook van nogal geesten. Nou ja, als je geen gevoel voor humor hebt. Wil jij dit echt zien? Ja, we gaan zo meteen op bezoek bij iemand die dan een paar miljoen wint. Of je een nummer leeg gooit. Ja, je vraagt je af wat dat met iemand doet, hè? Nou... Ik zou er geen nee tegen zeggen. Ik zou helemaal gek worden. Hé... Hey. Het lijkt de Duisenbergstraat wel. Duisenbergstraat? Ja, maar daar woont... Hé, opletten, want ze gaan nu zo meteen aanbellen. Deze maand van de grote overheid lijkt helemaal verdelen.
zitten jullie naar dat hebberige programma te kijken. Stil nou, moeder. Klaartje moet het even zien vanwege de kolom. Lijkt de Duizenbergstraat wel. Ja, dat is het ook. Maar daar woont toch. Stil nou, ze bellen nergens aan. Nou, maar hopen dat er iemand thuis is. Bent u Anton van Voorst? Dat is Anton. Dat zal toch niet? Sst! Mogen wij even binnenkomen? Wat heeft de camera uit op de tekening? Waar is dit van? Meneer, u heeft geld gewonnen! Oh ja? Veel geld, meneer. Hoeveel? Heel veel geld, meneer. Romy, dit betekent vast dat Anton de hoofdprijs heeft gewonnen. En hoeveel is dat? Ik bedoel, een miljoen? Nee, veel meer. Wat jammer dat je nou ruzie hebt met Anton, hè, moeder? Ik heb helemaal geen ruzie met Anton. Shh. 3 miljoen? Ja, en dat is niet eens het hoogste bedrag, meneer. 5 miljoen. Ja, u heeft 10 miljoen gewonnen, hè? 3 miljoen? Ik ga bellen. 3 miljoen gulden. Het nummer. Ja, dat is het nummer van Anton van Voorst. Dat zit in de klapper, mijn moeder. Je gaat nou toch niet bellen. Dan lijkt het net alsof je achter zijn geld aan zit. Ik wil hem alleen maar feliciteren. Ik geloof dat ik hier inspiratie krijg voor mijn column uit eerste hand. Anton, oh, wat enig dat ik jou meteen tref. Hoe is het? Frederik! Frederik Asselberg. Goed. Heel goed. Ja, met Klaartje en Jet is het ook heel goed, heel goed. Ik wou jou van harte feliciteren. Ja, we zaten toevallig naar dat vreselijke programma te kijken. Jij ineens miljonair. Ik zeg, ik ga Anton meteen bellen. Ja, ik vind het ook erg leuk om jouw stem weer te horen. Waarom kom je niet gauw koffie drinken? Morgen? Oh, prima. Ja, over het enig. Dag, Anton. Hij komt morgen koffie drinken. Oh, moeder, je bent toch ook vreselijk ook. Je hebt die man zo ongeveer weggestuurd 1 jaar geleden. Nou, omdat hij steeds begon over trouwen. En je kent me, ik hou van vrijheid, blijheid. En van 3 miljoen. Jullie kunnen denken wat je wil. Anton vindt het heel leuk om mij weer te zien. Nou, dat is wederkeer. Heeft niets met geld te maken. Nee, geld speelt geen enkele rol. Leuk thema toch, hè, geld? Ik denk dat ik maar weer eens achter mijn computer kruip. Inspiratie. Ja, ik denk dat ik het in de vorm van een sprookje ga doen. Ja. Over een hele oude, hebberige heks. Ja. Jij ziet er geweldig uit, Frederik. Gemallerd. Dank je. Nog altijd even mooi. Oh, en een koekje. Dank je. Je weet het, hè? Als het aan mij lag, waren wij destijds getrouwd. Weet ik, Anton, weet ik. Maar ja, jij wilde je vrijheid niet opgeven. Weet ik. Dus je begrijpt, ik was heel verbaasd toen je belde. Nou, ik wilde je feliciteren. Ja, die 3 miljoen, dat is natuurlijk niet niks. Ja. Maar het heeft mijn leven wel op zijn kop gezet, de laatste weken. Weken? Ja, wat je gisteravond op tv zag, dat was al een maand geleden opgenomen. Dus ik ben al een maand lang miljonair. Ach, zo, nou ja. Geld zegt mij niet zoveel. Nou, het is toch wel een heel gek idee, hoor. Om precies te kunnen kopen wat je wil. Deze blazer bijvoorbeeld, weet je wat die gekost heeft? 3000 gulden. 3000, zoveel? En deze das, 300. En die schoenen. Oh, nee, ik wil het helemaal niet weten. Ik vind geld niet zo belangrijk. Nee? Nou, de meeste mensen gaan zich heel anders gedragen als ze weten dat je rijk bent. Oh, heus. Nou, voor mij ben jij nog steeds dezelfde Anton van Voorst van vroeger. Met een verschil van 3 miljoen. En, nou ja, wat is nou geld? Oh, het slijk der aarde. Hè? Precies. Anton? Daar is Klaartje. Jij bent zwanger. Je meent het. Hallo. Wat leuk om je weer te zien.
Wie is de gelukkige vader? Reinhard? Nee, dat is allemaal verleden tijd. En een heel lang verhaal kan beter een andere keer. Anton, mag ik jou het vragen? Natuurlijk. Kan dat een andere keer, Klaartje? Anton en ik hebben elkaar heel lang niet gezien. Ik schrijf tegenwoordig namelijk een column voor mijn vrouwenblad. En toevallig heb ik het deze week over geld. Ja, zeker toevallig. Hoe is dat nou? Om plotseling heel erg rijk te zijn? Klaartje, we gaan niet over geld praten. Oh, maar dat vind ik helemaal niet erg, hoor. Ik moet je zeggen, het is een hele ervaring. Hoe bedoel je? Reageren mensen anders op je? Oh ja, beslist. Je krijgt telefoontjes van mensen waar je het bestaan niet eens meer vanaf wist. Nog koffie, Anton? Graag, Frederik. Ik lust ook wel een kopje, Omi. Dan moet je zelf gaan zetten, want ik ben bang dat de koffiepot leeg is. Toe, Omi, doe jij dat eventjes. Dan kan ik nog wat met Anton praten. Is toch leuk? Krijg ik alle gegevens uit de eerste hand. Ik ga ook nog met een zwerver praten. Dan kan ik de zaak van twee kanten belichten. En dan kan je misschien beter eerst met die zwerver gaan praten. Omi, toe nou. Ik ben zo terug. Maakt geld gelukkig? Nou, ik ben nog maar heel kort miljonair, maar ik heb de neiging om te zeggen... geld maakt best wel gelukkig. Ja. Wat heerlijk, Fredje. Al die lekkere dingen. Ja, daar gaat toch niets boven. Kwaliteit. En het is ook zo gezellig samen. Dus Klaartje woont tegenwoordig in tuinhuis? Ja. Ze is erg op zichzelf de laatste tijd. Ja, dat heeft met haar zwangerschap te maken, denk ik. Het is niet te geloven. Jij overgrootmoeder. Het is niet anders. En Jet? Heeft Jet iemand in haar leven? Ja, dat ook. Ja, ik ben veel alleen de laatste tijd. Nou, dan kunnen wij elkaar toch wat vaker zien? Ik zou niet liever willen. Meen jij dat echt? Als ik je nou plechtig beloof dat ik je nooit meer ten huwelijk zal vragen. Ach. En dat ik je nooit meer het gevoel zal geven dat ik je je vrijheid af wil nemen. Nou, zo erg was dat nou ook weer niet. Ik beloof het je, Fredje. Met mijn hand op mijn hart. Ik wil met je... Ik wil niet met je trouwen. Oh. Ja. Nou, dat is erg lief van je. Heeft u er echt geen 50 cent bij? Nee, die heb ik net aan die zwerver gegeven. Ja, hier. Dit zijn er dan 5 en dan 4. Dat is samen 10. Ja? Dank u wel. Veel plezier ermee. Dank u wel. Goedemiddag. Goedemiddag. Dag mevrouw. Dag mevrouw. Ik heb thee. Wil jij ook? Ja, doe maar. Mag ik hem ook thee aanbieden of begin je dan meteen te stijgeren? Nee. Ja, dit doet net of ik een monster ben, maar als je die man in de watten gaat leggen, dan blijft hij hier, hè? Oh, nou, oké, dus geen thee. Nee. Daar heb je Klaartje. Oh, ja. Ik heb er van onze logé verteld. Ze komt hem interviewen voor de column. Waarom dat nou weer? Nou, ze schrijft een verhaal over geld. Mam, ja? Heb jij even 50 gulden voor me? 50 gulden? Ja, die man wil niet met me praten tenzij ik hem 50 gulden geef. Wel ja. Nou, dat vind ik heel erg redelijk. Ik krijg toch ook geld voor mijn column? Ja, Michiel, ja, dat is redelijk. Ja, nou, voor dat bedrag mag je mij ook best vragen stellen, hoor. Sorry, Michiel, jij bent momenteel even niet interessant. Nou, alsjeblieft. Dankjewel, je krijgt het van me terug. Ja. Waar moet dat heen met de wereld? Ik verdien 5,50 gulden met de verkoop van 2 oude boeken... en zo'n kerel verdient 50 gulden met niks doen. Zou je met hem willen ruilen? Nee. Zeur dan niet. Anton, ben je wat vergeten? Nee hoor.
Oh, maar je bent helemaal in het nieuw. Ik heb gewinkeld. Ah. Wat vind je van deze jas? Mooi. En van dit kostuum? Ah, ook mooi. En van dit horloge? Prachtig. Maar waarom kon je me dat nu laten zien? We hebben toch voor morgenavond afgesproken? Ik wil die mening weten. Oh. Ja, ja, ik heb ook een cadeautje voor jou. Nou, Anton, dat hoeft zeg nou niet. Niet, dat had je niet moeten doen. Want dat is onzin. Oh, dank je. Anton, schitterend. Beeldig. Mooi. Kan ik niet aannemen. Dat kost een vermogen. Nou, zo duur was het nou ook weer niet. En je weet het, hè? Geld speelt geen rol. Nou, in dat geval. Dank je. Oh, malle jongen. Oh. Omi, hoe ging het? Goed, lief jij goed. Heb je Anton al ingepakt? Ingepakt. Heb je al verkering met hem? Hij is goed klaar. Nou, geef nou maar toe. Je zou het maar wat leuk vinden om zo'n rijke man in de haak te slaan. Nou, ik verbied jou op die manier tegen mij te praten. Anton is toch rijk nu? Ja, rijk, rijk, rijk. Wat is nou rijk? Nou, 3 miljoen is toch mooi meegenomen. Wat heb jij om je nek? Parels, liefje. Van Anton gekregen? Ja. Lief cadeautje, hè? Ja, hij zit er wel de vaart achter. Nou, ik dacht dat echte parels altijd een beetje ongelijk waren. Nee, ze glimmen zo. En ze zijn zo rond. Hij schijnt het boek wel mooi te vinden. Als je maar weet dat dat boek nu onverkoopbaar is, hè? Dat boek stinkt straks een uur in de wind. Jij ook altijd met je rare ideetjes. Nou ja, ik dacht hij zit dan maar te zingen. Misschien wil hij nou wel wat te lezen. Zo gaat hij nooit meer weg. Ah, nou, gaat u gang, mevrouw. Ja, kan ik even komen zitten? Ik kom net van de juwelier vandaan. Moeder. Wat prachtig. Heb je dat net gekocht? Nee, je hebt gekregen. Huh? Van Anton. Echt? Nee, namaak. Huh? De juwelier begon te lachen toen ik ze uit de doosje haalde. Oh, arme Anton. Oh, wat pijnlijk. Die heeft zich natuurlijk wat in zijn handen laten drukken. Wat erg. Wie weet wat hij ervoor betaald heeft. Ja, je hebt het sneu voor Anton. Sneu voor Anton? Sneu voor mij. Anytime it rains, pennies from heaven. Don't you... Ah, je hebt ze toch omgedaan. Nou, dat is lief van je. Nou, je ziet het helemaal niet zo erg, hoor. Dat het nep is. Ik ga met Anton eten bij de Capo, dus ik eet niet mee. Oh, leuk. Sta ik weer eens een keertje voor mijn eentje te koken. Nou, dan vraag je Klaartje toch. Ja, nou, als die er maar geen andere plannen heeft, hè. Ja, dat is natuurlijk wel erg ongezellig voor je. Ja. Mam? Ja? Mag ik met jou mee eten vanavond? Ik ben me helemaal vergeten boodschappen te doen. Oh, mooi, Omi. Oh, wat gezellig. Dus jij eet mee. Ben je klaar met je kalm? Oh, bijna. Ik moet vanavond alleen nog eventjes het einde verzinnen. Ik doe wel open. Zenuwachtig, moeder? Waarom zou ik zenuwachtig zijn? Nou, het is alweer een tijdje geleden, hè, dat jij regelmatig met Anton naar het eten ging. Hmm. Beloof me nou, begin nou niet meteen over die parels. Ik zal wachten tot na het toetje. Nou, goed. Anton! Oh, wat goed om jou weer te zien. Hoe is het met je? Heel goed, Jet. Ik dank je wel. En jij? Ja, nog altijd even stralend. Ja, Anton. Ah, Frederik, jij ziet er geweldig uit. Nou, is maar heel eenvoudig. Ja, heel eenvoudig. En heel bijzonder. En wat staan die pareltje mooi. Jij vindt ze dus mooi? Ja, prachtig. Niet een beetje... nepperig? Hoezo? Moeder. Anton, ik zal het je maar zeggen.
Ik ben vandaag bij de juwelier geweest. Oh ja? Ja, en ik weet niet hoe ik het je moet zeggen, maar... Maar die parels zijn nep. Ja, hoe? Ja, ik wilde weten of je het belangrijk zou vinden of die parels echt zijn of niet. Nou, maar... Lieve Fretje, jij doet nou wel steeds of geld geen rol speelt, maar je vindt het wel degelijk belangrijk. Ja, maar ik... En daar ben ik blij om. Anton van Voorst. Want zo ken ik je weer. Zo ken ik mijn eigen Frederik weer. Jij houdt van echt. Ja. Van waardevol. En waardevast. Nou ja. Anton kent jou beter dan jij denkt, moeder. Dit is een mooi einde voor mijn column hier. Jij gaat geen autobiografische nonsens schrijven, hoor. Maar er is meer. Kijk eens. Alsjeblieft. Oh. Voilà. Oh, en deze zijn wel echt. Zo echt als mijn liefde voor jou. Malle jongen. Prachtig. Oh, wat mooi. Net echt. Dus ik mag invullen wat ik wil. Als je maar niet meteen al mijn geld weggeeft. Oh, Anton, het is zo heerlijk. Wij hebben het zo goed samen. We hebben verrukkelijk gegeten. En dan geld weggeven voor goede doelen, dat is pas leven. Je hoeft alleen maar je handtekening te zetten. Okay. Anton, hebben jullie het leuk gehad? Hebben jullie misschien zin in een slaapmutsje? Nee, ja, nu ben ik bezig. Oh, waarmee? Ik geef geld aan goede doelen. Oh. Maar ze zonder grenzen, ze is Linianenfonds, Anjefonds, de Zonnebloem, de Doe en Wens, Red de Zeehondjes, de Olifanten, Tijger. Moeder, wat is dit? Liefdadigheid, ja, liefdadigheid. Oh, nou, in dat geval... Ik heb een zwerver. Ja, de zwerver, je weet wel, die voor de winkel van Michiel ligt. Misschien wil jij die ook wel helpen. Nee, ja, die zwerver kan werken. Dit is bedoeld voor mensen die hulp nodig hebben. Oh, vat je al. Als Jet dat nou graag wil. Hoeveel heb je nodig voor je zwerver? Oh, ja, geen idee, maar een nette broek en een paar goede schoenen. Dat zou wel heel wat zijn. Nou, ik heb hier 200 gulden. Voorlopig. Anton, je bent een schat. En voor de zwerfkinderen 2000 gulden. Is dat goed, Anton? Als het jou gelukkig maakt. Nou, ik doe het voor die stakkertjes. Dank u wel, mevrouw. Ja, hoor. Dank u wel. Heb je hem nou weer geld gegeven? Ja, 200 gulden. Ja, voor de nieuwe broek en een paar schoenen. Je bent stapelgek. Ja, klopt. Blij dat ik gek ben. Alsjeblieft. Allemaal voor u. Voor mij? Ja. Mevrouw heeft mij zojuist 200 gulden gegeven, dus ik red me wel vandaag. Maar wat moet ik met die kranten? Kopen. Dan verdient u vandaag ook nog een centje. Goedemorgen. Mevrouw, dat is me een waar genoegen. Oh.